Zo. Ja, dit is van de afgelopen weken en iedereen denkt van Ja, dus deze maandag gaan we speciaal even naar het Wijnmannetje. Kijk hoor, het lijkt allemaal zo op elkaar. Even zoeken. Volgens mij heb ik hier een platte grond liggen. Het zal toch niet dat ik het echt de weg niet meer weet. Dat staat toch wel. Droesem. Ja. Bij het wijnboertje. Ach, François. Ja, het is gewoon Erik, hoor. Het is gewoon Erik. Oké, wilde ik u deze laten proberen? Ach, dat is wel lekker. Ja. Wacht, ho. Wat is? Eerst ruiken we. Ja. Oh, dan nemen we een slok. We laten hem door de mond gaan. Zuigen even en dan spugen we hem uit. Kijk. Nu. Zonde. En we spugen hem uit. Dat is bizar. Jij zegt ook dat ik een slok nam, toch? U moet hem uitspugen, hè? Dus laat hem door de mond gaan. Nog een keer, ja? Ruiken. Moet je zuigen. En nog maar een klein glaasje. Want dit is echt wel een beetje hoe ik het bloed van Christus voor me zag. François, je bent mijn beste vriend. Nee. Doe maar 300 van deze en dan kom ik volgende week wel uit. Ja. Bedankt. Meneer pastoor, is het wel verstandig dat u nog gaat rijden? Tot de volgende, dankjewel. Meneer pastoor! Dat is dus het gave, is dat straks, en dan moet je niet zenuwachtig zijn, maar het zit helemaal vol met fans straks, die is gelovigen. En die komen allemaal kijken naar dit spektakel, maar dat is het, hè. En jij bent de hoofdrol, of een bijrol, ik ben natuurlijk de hoofdrol, maar jij doet ook mee. En, nou, ik heb een enorm waanzinnig verhaal, hou ik eerst, over allerlei dingen van, och, typisch Jezus. Dan op een gegeven moment kom ik aan bij het gedeelte van dit is het lichaam van Christus, dat is mijn bloed en alles. Dat is jouw cue. Dan doe ik ook dit. Precies, dat doe ik. En dan loop je naar het tafeltje met de karaffen, pak je de wijn, heel belangrijk, voorzichtig met de wijn. Dat is het bloed van Christus. En de andere is het water, dat maakt niet uit. Dan kom je naar mij toe, ik heb zelf de gouden beker, jij schenkt de wijn in, niet te weinig wijn. Gewoon lekker doorschenken. Liever te veel dan minder, want anders het is heel suf dan. Dat is het. Hallo? Mooi. Ah! En natuurlijk, in die periode waren er veel trommels. Ja? En de apostelen, of de apostelen, wel opletten mensen, die hadden honger of trek. Waarop Jezus Christus zei, ik maak wel tosties, of hosties, voor mijn lichaam en wijn, et cetera. Het is nu. Je moet nu komen. Het is nu. Ja, dat is super weinig. Doe maar meer. Nee, niet van deze. Nee, dit is water. Stop. Je moet die andere mee aan doen. Dit is... Als je het zo aanlegt, proef je niks. Stop. Stop ermee. Stop. Deze moet ik hebben. Hier. Kom, geef dat. Laat los. Laat los. Laat mij... Nou. Heb je zin, jongetje? Ja, doe maar wegrennen, ja. Maar je komt dus mooi in de hel. Verdomme, dit heeft niets met Jezus te maken. Oh, godverdomme. Hoe laat is het? Oh, dit is mis. Dat is hem. Oh, mon dieu. Laat Gods
kater over een gods akker slopen. Gisteravond een vergaderingetje gehad met collega en pastoors. Tot in de late uurtjes. Hoort er allemaal bij. Het is gewoon werk. Er zit nog iemand die denkt dat het doorgaat. Ja, je bent het verplicht aan je fans. Je fans? Ach, dat is zonde. Nog een klein beetje bloed van Christmas. Charismus. Of Charistitos. Dat is een voetballer. God, hoe heet die gozer? Gaat het nog door? U mag hier helemaal niet komen! God, ja, het gaat door. Straks, tot nu nog. Tot zo. Schandalig. Dat soort mensen, die gaan hangen en zuigen aan het geloof. Dat soort paarse spoelinkjes. Is niet goed, hoor. Is niet goed, hoor. En ik ben heus niet de enige. En ik zal geen namen noemen. Maar je kunt ook te veel geloven, hè? Of niet, mensen? Precies. Maar degene over wie ik het heb, weet precies over wie ik het heb. Je moet je eigen leven ook een soort richting geven. Je kunt niet afhankelijk zijn van wat Christmas doet. Of charismus. God, hoe heet die gozer? Bedoel, die man zal niet voor niks gekruisifixt zijn. Maar rook is paling. Vuur, bang. Maar ik ben serieus, hè. Ho. Zijn er nog vragen voor de rondvraag? Niemand? Mooi opgehoepeld. Amen. Dat is niet echt waar ik op hoop. Als ik niet ga, wie heeft die dan nog? Oh, Christus. Dat was het. Wat een figuur, hè. Dat is jammer. Och, dat is het. Het krijgt u niet meer op waarschijnlijk, dan is het ook zonde. Ik help u wel een teug. Ga door. Zuur. Ga door. Als iedereen dan binnen is, dan zou ik het fijn vinden als dit gespeeld werd. Het adagio van Tommaso Albino. Ik zou die doen. Zeker niet. Terug, slaapverwekkend ook. Bij man en ik. Nee. Volgens mij zijn wij hier aan het beslissen nu, toch? Of niet? Gelooft u mij, mevrouw. Ik heb verstand van zaken. Weet u hoeveel mensen ik al heb gepoot? Begraven? Nou? Ik denk... Ik ga het niet eens uitrekenen nu. Geloof mij nou maar. Die Thomas Albino met zijn deprimerende adiadio. We gaan het niet doen. Moet je je voorstellen. Heb je dus zo'n orkest uit je beschikking en wat doe je? Het is al deprimerend genoeg dat u dood bent. Gaat. Nu nog niet, maar straks. Snapt u? Mijn man en ik. Ja, uw man. Is hij hier? Ik zie hem niet. Gaat hij mee overleggen? Ik dacht het niet. Dan zou ik het aardig vinden als ook nog van Andrea Bocelli... Oh, dat is in godsnaam, echt. Die blinde muziek. Nee. We gaan het heel anders doen. Hier, ik heb wat leuke suggesties. Oh. Dat is heel bijna een konijn omgevallen.
Kijk. Ik wil er graag beginnen met, en daar komt hij, hè. Hou je hart vast. Of niet echt natuurlijk, maar ja! Stef Eckel. Dit is waar het om gaat. Moet u voorstellen. U bent dood, ligt in de kist en dan hoort u. Dat past niet. Dat... Oh. Tot. Zeven uur. Nee. Komt ie. Nee. Die kant op. Beneden. Nee. Wat doet ie nou weer? Zo. Ja, u ligt daar. En gewoon. Zegt u? Dat ik dat natuurlijk. Het is een rasartiest, hè, dit. Fantastische muziek. La la la. Weer niks vindt. Dit is kwaliteit. Dit is een topartiest. Kijk, je ziet het al aan hem. Aan zijn ogen. De manier hoe hij uitstraalt. Die glimlach. De vriendelijkheid. Waarheen? Waarvoor? Stef Eckel. En hier, die ruimte leeg laten. Waardoor je denkt, wat bedoelt hij? En het mooie is, hier is exact hetzelfde gedaan. Maar goed. Dit gaat, is voor de andere mensen. Voor levende mensen. U bent er niet meer, hè, straks. Maar goed, ik ga wat andere opties laten zien. Kijk. Wij vieren feest. En dan denkt u misschien cru, maar dat is het niet, want het leven gaat... Ik ben zo terug. Precies het gaatje niet in het midden hier bij deze. Wat het probleem is, u weet gewoon niet wat u wil. Ja, ik wil het adagio van Thomas. Oké, ik ben er klaar mee nu. U heeft het er zelf naar gemaakt. Maar op deze manier gaat die hele euthanasie niet door. Ik zeg al de dingen, moet je nuchter bekijken. Of nee, juist niet. Oh, heerlijk. Oh. Ontkerkeling? Ontkerkeling? Ja. Oh, jezus. Hé, sorry hoor. Papa is even aan het praten met de mensen hier. Ja? Wat? Ik deed hem net dicht. Wat zie je? Och, dat meen je niet. Ontkerkelijk. Ontkerkelijk. Tingelingeling. Ontkerkelijking. Dat is het woord waar ik naar zocht. Ze hebben nu in het nieuws zeiden dat er... Dat ik aan het praten ben met de mensen. Sorry hoor, maar... Hadden ze gezegd dat 267 gelovigen per dag naar die afhaken? Dat kan helemaal niet. Dat is... Wie heeft dat bedacht? Ik heb nog nooit zoveel mensen per dag in mijn kerk gehad. 267. Doe even normaal. Oh, dat zou zonde zijn. 267 gelovige mensen per dag afhaken. Kijk, het gaat om geloof. Niet om harde feiten. Ja, geloven gaat om geloven. Niet om harde feiten. Dat is gewoon zo.
Mensen vragen wel eens aan mij, meneer pastoor, wat is uw glas half vol of half leeg? En dan zeg ik altijd, glas, fles. Mijn fles gaat altijd leeg. Altijd. Ik haal het onderste uit de kan. Eruit halen wat erin zit. Hup. Oh. Nee, maar. Pas als de fles leeg is, dan koop je een nieuwe fles. Oh, bloed van Christus, hè. En er is genoeg bloed voor iedereen. Kijk, geloof. In mijn kerk, ja, is niet vol of half leeg. Nee, nee. Als je gelooft, dan ben jij vol. Het gaat niet om de hoeveelheid, het gaat om wat je ermee doet. 267 per dag. Onzin. Kom eruit, kom eruit. Ik weet dat je eruit moet. Rotkerk! Wat is er mis met schroefdraad? Is maar lekker. Wie zijn jullie? Hoe zijn jullie binnengekomen? Wie? Dat wist ik heus wel. Jullie gaan trouwen. Is dat jullie je vader of niet? Ja, dat is goed. Moet even overleggen met jou. Ik ga nog één slokje nemen en dan gaan we. U valt spelen, hè? Dat dit uit druiven is gemaakt, dat is toch. Goed. Wauw, hè? Neem jij. Neem ik? Nee, daar waren we. Wie? Wat is dit? Niet zo'n grote mond, hè, vriend? Anders blaas ik het hele feestje af en moet je zonder bruid op het. Sorry, lieveling. Nee, niks, sorry hoor. Jouw attitude stemt me totaal. Dat u ons eindelijk eens trouwen? Dit is de gelukkigste dag van je leven! Ik ga me niet laten omjagen! Hier, heb je nou je zin? Kijk, heel wat trillende handen. Zullen ze gaan. Niet vals spelen, hè? Neem jij. Gertrude. Carla. Nee. Ik heet Carla. Hij lijkt echt op een Gertrude. Ze heet Carla! Oh, god, we hebben hem ook weer. Ik ben met haar aan het praten. Ik kom zo bij jou. Kunnen we alstublieft doorgaan? Oh, mevrouwtje wil wel heel snel naar de suite, hè? Applaus! Neem jij. Carla. Carla. Carla, dat zei ik. Deze gozer. Wilco? Ilko! Zo, dan zat ik super dichtbij. Moet je toegeven, dat was super dichtbij. Goed, neem. Neem je hem? Ik wil. Nee, ik neem. En jij? Ja, ik neem. Ja. Ja, ik wil. Ja, dat was wel duidelijk, ja. Rustig, fantastisch, wat een sfeer. Hierbij verklaar ik jullie. Enzovoort, enzovoort. Je mag nu de bruid even flink nemen.